Dit leven is zeker niet makkelijk. En we weten allemaal dat echte blijdschap niet altijd simpel is in dit leven. De hemelburger echter richt zich op de Heer Jezus. Die richt zich op het volbrachte werk van Jezus. Die richt zich op, Jezus is naar het kruis gegaan om mij vrij te maken, om mij te helpen. Hij heeft de Heilige Geest gestuurd als een helper in mijn leven. Want dat hoort bij de hemelburger, de Heilige Geest. En doordat de hemelburger zich gaat verblijden in wat God voor hem gedaan heeft, heeft hij hoop. Want God heeft een verlosser gestuurd om hem te helpen, om haar te helpen. Dus de hemelburger verblijdt zich niet altijd in de omstandigheden, want die zijn niet altijd leuk. Die zijn voor ongelovigen niet leuk en soms voor gelovigen niet leuk. Maar het voordeel van de hemelburger is dat hij zich richt op de oplossing, de verlosser die gekomen is om te helpen. En daarom zegt de Bijbel, verblijd je in de Heer. Wederom zal ik zeggen, verblijd je in de Heer. En als je dat te pakken hebt, dan wordt een hemelburger iemand die inderdaad de blijdschap van God in zich heeft en uitstraalt. En het is mogelijk, want de Geest van God helpt je daarbij.